staat nu warm te worden in de auto. Ja, Eva de Goede, je bent hier nu in Almelo. Was je hier al eens eerder geweest? Nee, nog nooit eigenlijk. Dus het is heel erg leuk om hier te zijn. En ook wel een speciaal moment om hier te zijn, denk ik. Ja, want jij mag een speciale handeling doen. Hoe is dat voor jou en waar bestaat die handeling uit? Nou, het is hartstikke leuk. Het is vandaag hier opening van de nieuwe velden. Ik ga zo meteen een kleine presentatie geven. Maar het is denk ik al fantastisch als je hier aankomt en zoveel kinderen hier tijdens een clinic en enthousiast handtekeningen uitdelen. En daarna op de knop drukken is het volgens mij om officieel opening van de velden te hebben. Een mooie, bijzondere dag en fantastisch weer zo denk ik ook. Ik heb hele bijzondere dingen meegemaakt. Hetgene wat mij vooral is bijgebleven is sowieso verschillende teams waarin je speelt, waarmee je verschillende dingen meemaakt. Hoe het als vrouwen samen voor elkaar krijgen om 3 keer Olympisch kampioen te worden. Het mooiste toernooi voor mij was het WK in Den Haag in 2014. Om dat in eigen land te spelen, in een groot voetbalstadion. Wat dat voor ons was, want we spelen wel in stadions, maar nooit zo groot. Iedere wedstrijd uitverkocht, iedere wedstrijd dolle boel, iedereen in het oranje. Dat is gewoon iets wat je nooit meer vergeet en wat ik ook nooit meer ga meemaken in mijn carrière. Dus dat was wel een heel erg bijzonder toernooi. Ja, en hoe is het met jou als hockeyster? Ben je nog actief? Ben je al helemaal gestopt? Hoe zit dat nou? Ik ben nog wel actief. Ik speel voor HGC. We hebben morgen onze laatste competitiewedstrijd. Niet een heel erg goed seizoen gedraaid voor ons, maar dat geeft niet. Die zit er ook wel eens tussen. Volgend jaar ga ik nog 1 seizoen spelen. En bij het Nederlands team ben ik nu op dit moment niet geselecteerd. Maar wie weet dat het misschien na de zomer nog aan kan sluiten. Dus ik heb het nog niet helemaal afgesloten, maar ik zit wel aan het einde van mijn carrière. Ja, en heb je al stilletjes het idee wat je daarna gaat doen? Nee, eigenlijk nog niet. Ik ga deze zomer afstuderen. Ik heb een master gedaan in sportmanagement. Tenminste, als het goed is ga ik afstuderen. Dus ik ben bijna klaar, nog 1 maandje en dan mijn eindpresentatie. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik daarna ga doen. Ik blijf nog 1 jaartje hockeyen en daarnaast denk ik ook wat werken, maar ik weet nog niet zo goed wat ik wil. Oh, er zal vast wel iets voor jou weggelegd zijn. Vast wel, zoals voor iedereen. Dankjewel. Graag gedaan. 3, 2, 1. Hierbij zijn de nieuwe velden van de hockeyclub MHC officieel geopend.